Echt een waanzinnige film. Het is voor mij ook echt wel heel erg jeugdsentiment. Goedemorgen, het is dinsdag. Hey, ben je bij me komen staan? En we gaan uiteraard weer naar school. Ik heb dit shirtje aan van Maison & Scott, broek, Friends Connection en Doenlaartjes. En deze is van de Zeeman? Ja, die hebben we gisteren wel omgekocht. Die vonden we zo leuk. Skinny, oh nee, hoe zeg je het altijd? Ginny jeans. Nee, skinny jeans. Ja, maar jij zegt altijd high-waisted ginny jeans. Vind ik zo schattig. Ja. Van de Cool Cat en de Zara Ugly sneakers. Het is lunchtijd. Ik heb Sarah opgehaald uit school. Die eet vandaag gezellig thuis. Ik ben al klaar met eten. Sarah is halverwege. En vanavond ga ik ook weg. Dus ik moet echt heel veel naar huis doen. Wat ga je dan doen? Ik vind de huishouden echt stom. Want elke keer doe je het. En de volgende dag kan je gewoon opnieuw beginnen. Het is alweer wat later en ik ga koken. En straks naar de bioscoop. Ik ga naar Aladdin. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, naar Aladdin. Ik vond het ook wel leuk. Ja. Maar vanavond ga ik met mijn moeder en mijn broertje. Het is wel leuk. Het is toch een beetje jeugdsentiment om dan weer naar die film te gaan. En ik ga nu lekker spitskoolschotel maken. Volgens eigen recept. Altijd zo. Kijk of ik hem omhoog kan zetten. Ja, spitskoolschotel. Het hoort van me iets beter in. Dus ondertussen ook even koken. En dan weg. En wat is? Ik heb wel echt vandaag weer 2 zakken weggedaan. Dus dat is lekker. Die komen er wel. En dan nu het leed dat uitsnijden heet. Ik voel hem echt al zo erg prikken in mijn oog. Echt. En ik heb het vorige keer ook gezegd, tips gekregen. Maar echt, wat ik aan het doen, niks helpt. Ik heb zelfs wel eens geprobeerd een veiligheidsbril op te zetten. Maar je ademt het in of zo, ik weet het niet. Dus 'winters heb ik er wel minder last van dan zomers. Maar... Want ik heb gewoon een idee. Heb jij een idee? Ja. Je moet je ogen amper open houden, echt. Je doet gewoon je ogen dicht en dan probeer je gewoon met een normaal avondetenmes te snijden. Dan helpt het. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat ik de uithang goed wegkrijg. Maar dit is wel een idee van mij. Het is op zich wel heel slim bedacht. Al helemaal in. Je ziet het voor de camera niet echt. En deze valt nog mee. Wat gaat het waard zijn? Ik heb hier de aardappeltjes, die niet zo lekker scherp stellen. Hier ben ik het gehakt aan het rullen. Daar gaat zo de ui bij en de spitskool en kruiden. En dan lekker roerbakken. En tada, dit is zo lekker en nog best wel gezond ook. Ik kom net weer thuis. Het is een beetje donker. Een lichtje aan. Het helpt niet echt veel voor de camera. Echt een waanzinnige film. Het is voor mij ook echt wel heel erg jeugdsentiment. En dus al die liedjes weer en het hele verhaal. Ik vond hem echt heel goed gedaan. Ik ben echt totaal niet scherp. Nu. Oh. Ik wil me niet scherp stellen. Volgens mij. Al die liedjes weer. Ik hou zo van Disney liedjes. En ik vond de film echt waanzinnig goed gedaan als je de tekenfilm kent. Het is echt een aanrader om een film te gaan zien. Ik ga even snel de kamer opruimen en dan ga ik mijn bedje in. Dus ik sluit ook gelijk de vlog af. Bedankt voor het kijken. Nou, jullie weten wat ik ga zeggen. Vergeet je niet te abonneren. En zie ik je morgen. Doei!